Goedemorgen. Vandaag weer een productenvergelijk. We gaan twee soorten producten met elkaar vergelijken, deze onder de loep nemen, bespreken welke invloed deze hebben. Na consumptie uiteraard, want als ze in het schap van de supermarkt blijven liggen, ja, dan hebben ze alsnog geen invloed op jouw gezondheid. Hooguit dat je het niet hebt binnengekregen en dat is gunstig wanneer het uitputtende stoffen bezit. Maar toch, we gaan de invloed ervan, na consumptie ervan, op jouw gezondheid, het behoud van een goede gezondheid, gaan wij bespreken. Welke producten gaan wij vandaag vergelijken? Wij gaan gerookte vette vis. Heb je bijvoorbeeld in gerookte zalm, gerookte makreel en dergelijke. Gaan we vergelijken met diezelfde vette vis, maar dan zelf bereid. En die gaan we dus vergelijken, de invloed ervan, na consumptie ervan, op jouw gezondheid. Wanneer heeft hetgeen jij eet een gunstige invloed op jouw gezondheid? Wanneer hetgeen jij eet jouw lichaam voorziet, aanvult in vocht en de stoffen waarvan het is uitgeput, geraakt eerder, gedurende de stofwisselingsprocessen in jouw lijf. En vooral die stoffen die jouw lichaam niet zelf kan vormen en dus van afhankelijk is van jou om die aan te leveren. En doe je dat niet of onvoldoende, ja, dan put jouw lichaam uit. En kan het daar niet van herstellen, gaat jouw lichaam steeds minder goed functioneren, omdat bepaalde processen in jouw lijf dan niet goed meer uitgevoerd kunnen worden. Nou, die stoffen die jouw lichaam niet zelf kan vormen, worden essentiële voedingsstoffen genoemd. Dan heb je alle vitamines en mineralen, die vallen onder de essentiële voedingsstoffen. Die moet jij dus voortdurend aanzien te leveren. Je hebt ook 9 specifieke varianten van aminozuren, die in complete zin aanwezig zijn in dierlijke bronnen van eiwitten en ook soja-eiwitten. En je hebt 2 specifieke varianten van vetzuren die ook essentieel zijn. En die vetzuren zijn onder andere aanwezig in vette vis. Daarom leren wij, waarom weten we eigenlijk niet, maar we leren vette vis gezond. Is vet, maar de vetten daarin gezond. Doen. Eet regelmatig vette vis. Nou, dat nemen we tot ons en vervolgens kopen wij vette vis. In een vorm die we zo kunnen eten. Dus dan is die gerookte vette vis wel lekker makkelijk. Laten we eerst eens bespreken waar die vetzuren, die zo belangrijke essentiële vetzuren die in die vette vis aanwezig zijn, in de rauwe vette vis, waar die voor dienen, onder andere. Jij hebt legio cellen in jouw lijf. En in die cellen moet stofwisseling plaatsvinden. Dat zijn processen. Nou, en een cel gaat pas een proces uitvoeren wanneer een cel eerst een boodschap heeft gekregen van een boodschapperstof. Nou, dat zijn bijvoorbeeld de hormonen in jouw lijf. Een boodschap heeft gekregen, ontvangen van een boodschapperstof. In de zin van, jij moet nu dat proces, welke jij uit te voeren hebt, moet jij gaan uitvoeren. Wanneer die overdracht van informatie met behulp van die boodschapperstof die informatie overbrengt op jouw cel niet goed overgedragen kan worden, ja, dan gaat het proces in die cel gaat echt niet goed uitgevoerd worden, hoor. Nou, en hoe zit het? Dit is een cel en die cel heeft een celmembraan bestaand uit vetachtige stoffen, waaronder die essentiële vetzuren. En tussen die laag van vetachtige stoffen, waaronder die essentiële vetzuren, zitten allemaal membraaneiwitten. Waaronder receptoreiwitten. Dat zijn eiwitten met een receptorfunctie die ontvangen de boodschap van hormonen. En vervolgens moet die boodschap dus overgedragen worden intracellulair, met behulp van intracellulaire signaalstoffen. En dan pas gaat die cel een opdracht, een stofwisselingsproces uitvoeren. Dus
De stofwisselingsprocessen liggen op zijn gat wanneer dat allemaal niet goed verloopt. Nou, die membraaneiwitten, die receptoren, de overdracht van die informatie van hormonen, kan enkel goed plaatsvinden wanneer de vetzuren in jouw celmembranen in goede conditie verkeren en niet geoxideerd zijn. Geoxideerd kunnen zeer kwetsbare, meervoudig onverzadigde vetzuren, dat zijn die essentiële vetzuren, en die kunnen oxideren wanneer deze in aanraking komen met zuurstofradicalen die vrijkomen bij de energieproductie in jouw cellen. Dat is voortdurend. Nou, dat betekent dat die vetzuren aanwezig, die geoxideerde vetzuren aanwezig in jouw celmembranen, ja, na oxidatie, dan zijn dat reactieve stoffen, ja, die de andere moleculen, zoals die receptoreiwitten, in jouw celmembranen kunnen schaden. Ja, dan gaat de conditie van jouw celmembranen achteruit. Nou, dan vindt die informatieoverdracht ook niet goed plaats. Ja, gaat die stofwisseling in jouw lijf gaat, ja, minder goed verlopen. Dus voortdurend raken kwetsbare vetzuren raken beschadigd in jouw celmembranen, in jouw lijf. En die vetzuren moeten dan wel vervangen worden. Maar dat zijn dus essentiële vetzuren, dat wil zeggen, jouw lichaam is afhankelijk van jou en jouw voeding en de aanlevering van die vetzuren om die geschaarde, geoxideerde vetzuren in jouw celmembranen goed te kunnen ontvangen, zodat die cellen weer goed informatie kunnen ontvangen, dat weer overgedragen kan worden en de processen in die cel gewoon weer uitgevoerd kunnen worden. Dus ja, heel belangrijk om bronnen van die essentiële vetzuren, waar vette vis ook onder valt, om dat in jouw eetpatroon te hebben regelmatig. Dus vette vis eten. Maar, gerookte vette vis, ja, dat is gerookt geweest. En dat rookproces dat vindt plaats in zuurstofrijk milieu. En in sommige gevallen in verhit milieu, zuurstofrijk milieu, dus met hoge temperaturen. Daarbij kunnen zuurstofreacties aangaan, zuurstofradicale reacties aangaan met de kwetsbare vetzuren aanwezig in die vette vis. Met als gevolg dat wanneer jij gerookte vette vis koopt vanuit de gedachte, vette vis is gezond, moet ik regelmatig eten, maar ik wil dat gewoon zelf gewoon al meteen uit de supermarkt lekker kunnen eten. Je koopt gerookte vette vis, dat die vette vis al geoxideerde vetzuren kan bevatten. Dat zijn dus die vetzuren die, ja, niet echt goed meer als vervanging van de geoxideerde vetzuren in jouw celmembranen kan gaan dienen. Dus dan is het nut, de waarde van die vetzuren al verloren gegaan. Dus dan eet jij vette vis vanuit de gedachte, ik eet vette vis, want dan lever ik die mooie vetzuren aan. Ja, maar niet in een vorm, een benutbare vorm die gunstig is om geschaarde, geoxideerde vetzuren in jouw celmembranen te herstellen. Dus dan heeft het niet zo heel veel waarde, hè? Is dat dan anders wanneer jij zelf vette vis koopt, rauw, vers en zelf bereid? Nou ja, als je dat ook in zuurstofrijk milieu gaat verhitten, roosteren, bakken, dat soort dingen, ja, dan vindt datzelfde oxidatieproces vindt plaats. Dus ja, nee, dan maakt het geen verschil. Maar stel, je gaat vette vis kopen en je koopt de variant die je rauw kan eten, ja, dan hoeven de vetzuren niet zozeer al enorm geoxideerd te zijn. Als jij het gaat bereiden op niet al te hoge temperaturen in vochtrijk milieu, nou, dan kan het ook zijn dat die vetzuren al minder tot niet geoxideerd zijn. En als jij op die manier vette vis koopt en stoomt of stooft of rauw eet, dan lever jij je lijf essentiële vetzuren in een intacte en dus te benutten vorm om geoxideerde vetzuren in jouw celmembranen te kunnen vervangen. En dus ten gunste van jouw stofwisseling, ja, dat is gunstig voor je gezondheid. En het bezit ook nog eiwitten, vette vis. Eiwitten met alle 9 essentiële aminozuren. En
Als je het dus niet al te heftig verhit en bewerkt en dat soort dingen allemaal, zitten ook nog vetoplosbare vitamines en een keur aan mineralen zitten erin. Ook allemaal essentiële stoffen. Dus in die vorm, ja. Vette vis, eten. Gerookte vette vis, ja, nee. Niet echt een waardevolle bijdrage voor het behoud van een goede gezondheid, want er raken steeds vetzuren in jouw celmembranen geoxideerd. Die moeten vervangen worden door intacte en niet al geoxideerde vetzuren.